boys en girls, mijn naam is Kassiop en welkom terug bij The Grind. Diegenen die mij al een langere tijd volgen, die weten dat ik af en toe een video upload waarin ik iets nuttigs zeg. Ja nee, echt waar, soms zeg ik iets zelfs in mijn video's waaruit jullie kunnen bijleren. En dan wel, vandaag is weer zo'n dag. Dus sit back, relax en luister naar mijn verhaal. Nu, voor degenen die bijvoorbeeld nieuw zijn op mijn kanaal of nog nooit een video van mij hebben gezien, ik speel, ja, spelletjes terwijl ik mijn verhaal doe. Dus mocht dat u niet interesseren, bol dan af. Nee, dat is niet waar, doe je ogen dicht en luister gewoon, I don't know. In ieder geval, voordat ik verder ga, er is een nieuwe update waar ik enkele dagen geleden iets over zei en dat is dat je namelijk nu terug cutpoints kunt kopen, met andere woorden geld in, in Call of Duty steken om random wapentjes te krijgen. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat je nog steeds dezelfde supply drops gewoon kunt verdienen door een paar kills te halen, dus ik snap het niet. Waarom zou je geld investeren als je het gewoon kunt vrijspelen? Waarschijnlijk heeft Call of Duty dat binnenkort door en gaan er nieuwe supply drops komen waardoor je betere wapens kunt krijgen als je ervoor betaalt. I don't know. Prepare your aim is in ieder geval. Anyway, ik ga eens een domination potje spelen. Want ik merk dat ik bijna altijd free-for-all speel en dat kan misschien saai zijn. I don't know. In ieder geval, ik ben vandaag een paar keer op domination vies lekker gegaan. Ik had een paar keer bijna de V2 Rocket. Ja, dus met andere woorden, ik heb het nog steeds niet. Ik ben een nietsnut. Maar ik zweer het u, ik zat een paar keer boven de 20 killstreak. Een paar keer was ik natuurlijk gekild door een of andere loser. En één keer was een match gedaan terwijl ik op een 21 killstreak zat. Ah, soms zuigt het leven gewoon. In ieder geval, misschien kunnen we vandaag een mooi killstreakje opbouwen. Ik weet het niet, granaat, godverdomme. Maar oké. Je hebt waarschijnlijk op deze video geklikt omdat je wilt weten wat ik over het internet heb te vertellen. Kijk, voordat ik iets anders zeg, ik zal maar beginnen met zeggen dat ik... Oh, joh, dat vuur, shit. Gadverdorie. Ik zal maar beginnen met het zeggen dat ik geen expert ben. Ik ben geen nieuwslezer die alle bronnen juist heeft. Dus als ik iets fout zeg, sorry. Ik ben ook maar een snot dus zonder diploma, dus ik kan er niet veel aan doen. De laatste paar dagen dat ik op Twitter kijk, zie ik op mijn tijdlijn constant net neutrality, net neutrality, net neutrality staan. Nu, dat is geen een of andere nieuwe actiefilm of zo. Het woord klinkt heel cool, maar het is eigenlijk iets waar we misschien een klein beetje zorgen over hoeven te maken. Het internet heeft ons leven een klein beetje overgenomen. Ik bedoel, we zitten altijd constant online op Facebook, op YouTube, op weet ik veel, Google, I don't know. Maar iedereen kent wel het internet zoals het is vandaag en het internet is gewoon vrij. Iedereen kan surfen naar waar die wilt. Als je een internetverbinding hebt, dan kun je gewoon weg naar elke site. Nu, de laatste paar jaar is er in Amerika een debat dat ze die vrijheid die je hebt om overal naartoe te surfen, dat gewoon... toegang hebt tot heel het internet. De laatste paar jaar is er in Amerika er een debat rond dat dat moet veranderen. Nu, onze goede Obama die heeft dat helemaal goed verholpen. Die heeft er allemaal goede argumenten voor gebruikt. En dat is altijd gebleven zoals we het nu kennen. Maar onze goede vriend Trump, of niet zo goede vriend Trump, die wil er verandering in brengen. Die wil de vrijheid van internet gewoon een beetje een soort van afschaffen. Het klinkt eng en ik moet zeggen, dat is het ook een beetje. Want wat wil ze eigenlijk doen? En het kan zijn dat hij een klein beetje fout verwoord. Maar ze wil het internet een soort van privatiseren, een soort van opdelen. Wat dat dus voor kan zorgen dat grote bedrijven eigenlijk u een klein beetje kunnen benadelen in het internetgebruik. Grote internetproviders in Amerika, die hebben heel veel dingen opgekocht. Bijvoorbeeld Verizon of hoe noemt dat, die hebben Yahoo en Amazon of zo. I don't know. In ieder geval, je snapt wat ik bedoel. Grote bedrijven hebben allemaal kleine bedrijven. En het kan dus zijn dat als dat doorgaat, gewoon internetproviders een soort van gaan limiteren op wat je op internet kunt doen. Bijvoorbeeld, als je bij een internetprovider zit waar er een streamingdienst is om films op te kijken, kan het zijn dat ze je bijvoorbeeld Netflix trager laten gaan of zelfs bijna afschaffen of zo. Het gaat in ieder geval om een geldkwestie. Het is een miljarden business. Als dat doorgaat, dan kunnen grote bedrijven er gewoon miljarden aan verdienen. En dat is dus waarom ze er een beetje aan het overleggen zijn. Ik laat nu een schema op het scherm zien. Dat is dus wat er kan gebeuren als die netneutraliteit weg is. De overheid of al die bedrijven hebben dus de mogelijkheid om niet gewoon uw access naar heel het internet te geven als je gewoon uw maandelijkse provider betaalt, maar dat ze het internet opdeelt. Dat je bijvoorbeeld apart moet betalen voor je social media zoals Facebook, etcetera. Dat je apart moet betalen voor YouTube, Netflix, etcetera. Dat je apart moet betalen voor weet ik veel porno-sites, I don't know. Ik hoop dat je een klein beetje snapt wat ik bedoel. Ik weet dat ik een heel slechte uitleggever ben op dit moment. Ik snap ook niet hoe dat komt, want ik heb vandaag gewoon goed geslapen. Mijn hersenen zijn in vorm, maar I don't know. Niet naar school gaan, dat verneukt mijn hersenen een beetje. Nu, je moet je niet al te veel zorgen maken, want het gaat hoofdzakelijk over Amerika. Maar als dat in Amerika, goedgekeurd wordt, dat heeft natuurlijk ook invloed op ons, want als Amerika volgt, dan volgt vaak de rest van de wereld, omdat ze daar dan ook profijt aan zien en dat het gewoon dikke business is. Dat maakt me echt bang. Ik bedoel, holy shit, dat kan echt voor heel veel verandering in het dagelijks internetgebruik zorgen. Het is dus logisch dat heel veel bekende mensen zelfs op social media allemaal oproepen doen van stem op deze petitie, zodat netneutraliteit blijft, etcetera. Want als dat wordt doorgevoerd, dat kan letterlijk fucked up zijn. Dat is het einde van het internet zoals we kennen. Kijk, als er mensen zijn die naar deze video kijken en die er heel veel van afweten en nog informatie willen bij toevoegen bij mijn verhaal, laat het weten in de comments, want ik ben er zeker van dat ik niet alles heb verteld. Ik zeg het, ik ben geen genie. Ik ben geen...
ICT-guy die er alles van weet. Ik heb het al een paar keer zien voorbij komen en ik heb er vandaag heel veel dingen over gelezen. En ja, het heeft me best doen verschieten. Ik maak me zorgen. Dus hey, dankzij mij heb je vandaag weer iets bijgeleerd. Dan kun je morgen naar school gaan en bij je kameraden zo van, kijk hoe slim ik ben. Ik weet wat net neutrality is. Ja, oké, sorry, maar ik wou er even kwijt. Laat me weten in de comments wat jullie ervan denken of zo. Maar ja, ik maak me echt zorgen. Maar oké, it's time to wreck some bitches. Ik ga ervoor zorgen dat ik een mooie killstreak kan opbouwen. Dat ik een beetje kan showen met mijn Call of Duty skills. En dat er zo'n beetje gewoon een V2 rocket op jullie beeldscherm te verschijnen komt. Holy shit. Ja, ik ben dood. Kut. Ik ga echt niks bereiken in mijn leven. Ik ga echt een of andere acties starten dat ik echt voor het einde van dit jaar een V2 Rocket moet hebben gehaald. En als dat niet lukt, ja, dan ga ik kaal of zo. I don't know, ik moet iets doen. Of geld storten aan een of ander goed doel of zo. Als je een goed idee hebt, laat het mij weten in de comments. Want ja, ik zeg het, ik wil hier eens een soort van challenge van maken. Dat ik nog meer druk op mijn schouders heb en dat ik het gewoon moet halen. Ik weet nog dat ik mijn allereerste mob in MW3 haalde. Dat was rond december of zo. Dus ik heb nog wel tijd om een record van snelste killstreak van 25 blablabla te halen op een Call of Duty. Maar ey, ik heb niet meer zoveel geduld. Ik wil niet meer zo vaak doodgaan als ik er net bijna vanaf zit. Maar oké, we maken kans op een 5 killstreak nu. We zitten nu op een 4 killstreak. Kom op, waar is de 5e? Give me some. Nee, joh, doe rustig, joh. Waar komt die? Ah, daar is die faggot. Oeh. Allee, joh. Nandegy. Ik weet nog dat ik in mijn vorige Call of Duty video een paar probleempjes heb opgesomd over de Call of Duty. Over die skill-based matchmaking. Over die supply drops en zo. En ik moet zeggen, er waren heel veel azijnpisters toevallig op mijn video terechtgekomen. Ja, die gewoon azijn waren aan pissen. Holy shit, ik kreeg haat omdat ik Call of Duty aan het uitschelden was. Het is een topgame. Ik bedoel, like, what the fuck? Ik speel Call of Duty al 8 jaar en dan is het toch vrij normaal dat ik kritisch mag zijn over wat er beter of wat er slechter is. Ik zei het toch, dit is een fucking goede game, alleen heeft het gewoon een paar problemen. Mag ik een beetje zagen, ja? Elk mens heeft recht op zagen, oké? Oh, get down. Waar dan in? Allee, joh. Hoe de fuck heb ik net ene kogel te weinig, man? God non de Jew. Hey, yo, fuck deze game, joh. Kijk hoe dit kutwapen er eigenlijk uitziet met een extended mag. Wat is dit? Een of andere nerf gun? Oké, Flak Tower. Dit is de map waar ik daar straks zo lekker ging. Dus ik ga dat gewoon eens herhalen. Ik heb trouwens nieuwe oortjes gekocht waar ik heel excited voor was. Maar ze stellen mij een beetje tegen. I don't know, ik heb niet echt een verschil tussen deze oortjes die veel te duur zijn en 30 euro oortjes. Ik weet gewoon dat ik deze oortjes enkele jaren geleden heb gehad. En toen waren die echt precies beter ofzo. Of was dat gewoon mijn... Oh, joh. What the fuck gebeurt er? Waarom heb ik geen enkele kill? 2 keer een assist. Hallo? Doe eens even normaal, joh. Wat losers. Oh, jij gaat eraan. Jij gaat eraan, manneke. Oh, joh. Loop niet weg, jong pussy. Kom terug, jij. Hoppa, ik heb u. Oh, ja. 2 killstreak, like a motherfucking boss. We hebben bijna de mob. Jazeker. Oké, let's go. Shh, doe rustig, man. Oh, joh. Doe rustig met die kut shotgun, man. We proberen het gewoon opnieuw. Hoppa, daar is 1. Daar is nummer 2. Even reloaden. Even kijken. Daar staat er nog 1. Dat is kill nummer 3 achter ons. Kill nummer... Oh, godverdomme, weer een shotgun, man. Shotguns moeten echt een aparte game mode krijgen of zo. Ik krijg daar ziektes van. Oh, nee. Nummer 1. Nummer 2. Jazeker. Bij de motherfucking Poolse Rambo. Ik heb trouwens een klein beetje een probleem en jullie zouden mij daarbij bij moeten helpen. Ik weet niet wat ik naast Fortnite en Call of Duty op dit moment nog moet uploaden. Allee, af en toe maak ik ook een gewone video zonder games of whatever, daar niet van. Maar ik bedoel, wat kan ik nog van games doen naast deze twee prachtige games die nu redelijk populair zijn? Ik weet het gewoon niet. Ik was aan het denken aan zo'n oude serie waar ik vroeger ook deed. Dat ik gewoon kei stomme kutspelletjes ga spelen. Oh shit, Fortnite lach je gewoon sarcastisch. Gewoon, oh godverdamme. Dus dat kan ik ook doen. Als ik een leven blijf, tenminste. Allee, man. Maar als je andere ideeën hebt, let me know in de comments below. Ik bedoel, ik luister naar jullie, oké? Als jullie zeggen van doe dit, dan doe ik dat. Behalve de Dora-video's dan. Fuck deze game ga ik ook liever, joh. Oké, dit wordt mijn allerlaatste poging voor een V2 Rocket. Allee, godverdomme man. Moest er maar 21 kills. Ja, joh, ik dacht dit zo. Fuck it, ja, ik ga stoppen met proberen voor vandaag. Dus boys en girls, als je deze video leuk vond, dan zeker en vast een like achter hier beneden. Laat me weten in de comments als je hier meer van weet over die net neutrality shit. Of wat je mening daarover is. Of whatever. Wat voor video's jullie nog op mijn kanaal willen zien. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken nogmaals. En tot de volgende video. Morgen of zo, I don't know. Waarschijnlijk wel. Morgen video, ja. Oké, ciao.